hadden wij aan het begin van deze avond een dilemma en dat hebben we eigenlijk nog steeds. En dat betekent dat wij willen kijken of we niet tot een compromis kunnen komen. En dan komt het amendement van de VVD en de ChristenUnie komt het dichtst in de buurt van wat wij zouden willen. We hebben daaraan toegevoegd in overleg met elkaar de voorwaarde dat er een mandaat moet zijn van de leden voor deze richting, voor deze beslissingen. Dus dat zou dan nog voor 23 januari helder moeten zijn. En daarnaast gaan we ook akkoord met het lagere bedrag van 85.000 euro met dien verstande. Dat uit de cijfers duidelijk blijkt of dat inderdaad voldoende is. Want dat is waar we mee begonnen aan het begin van deze avond. Wij willen dat heel helder hebben. Want als in de aanloop naar het gesprek van 23 januari met de Belastingdienst blijkt dat dat niet voldoende is, dan moeten er misschien wel andere keuzes gemaakt worden. Helaas worden wij niet in staat gesteld om die keuze als raad dan zelf te maken. Die bal ligt dan weer bij het college. Wij hadden dat liever anders gezien. Maar op dit moment is dit voor ons als Partij van de Arbeid het hoogst haalbare compromis wat we kunnen bereiken. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel. Blijf even staan. Dank voor uw toelichting. Heeft u ook hiermee uw tweede termijn verwoord? Ik denk dat het voor nu wel voldoende is. En het door u verwoorden aangepaste amendement? Kan ik straks ook overlaten aan de ChristenUnie, de VVD? Ja, akkoord. Toch? Ja, ik wil in ieder geval even, ik heb het net toegelicht en het punt wat wij formeel toevoegen is M. Het interim bestuur heeft het mandaat van de leden voor de genoemde voorwaarden. Dus dat is het. Ja. Oké, dank u wel. Dan is het amendement, als het goed betreft A1, al dus gewijzigd. Wij hebben een amendement ingediend wat gaat over een garantiestelling. En misschien is het helder om daar nog een paar zinnen aan te wijden. Wij kiezen voor die garantiestelling. We hebben die ingediend omdat we dat beter vinden passen bij de gedachte van Oldenbroek voor elkaar. Dat was ik in eerste termijn ook nog wel vergeten uit te leggen. We leggen de bal en de verantwoordelijkheid het liefst neer daar waar die hoort. En dat is WSC. Ze hebben die bal al eerder overigens opgepakt door hard aan het werk te gaan. Om de toekomst weer zeker te stellen. Als ik hoor dat de argumenten... en die had ik overigens vanmiddag ook al wel in mijn mailbox zitten, dat de argumenten voor een lening zijn ten opzichte van een garantiestelling, dat daar waar het misgaat, dat als er een faillissement gaat komen, dat we met een lening veiliger zijn als gemeente dan met een garantiestelling, dan denk ik, dan moeten we het niet doen. Want dan weten we dus dat de club failliet gaat. En met alle respect voor de club, want het zou een groot verlies zijn, maar dan zou de gemeenschap daar geen geld in moeten willen stoppen. Wij denken dat dat niet aan de orde is, op basis van de gegevens die we wel kunnen beoordelen. Maar ik ben het nog steeds met de Partij van de Arbeid eens dat daar nog steeds wel onduidelijkheden in zitten. Een van de eisen die wij stellen is dat het betaald voetbal stopt binnen de vereniging WSC. En dat hebben we duidelijk in ons amendement opgenomen. Dat is voor ons een harde eis. Geen gemeenschapsgeld naar betaald voetbal. Dank u wel, voorzitter. Ik wil allereerst wat reageren op de opmerkingen van de wethouder. En dat ging namelijk over de terminologie. Dat indien niet zou winnen van de SGP. Het zijn geen termen die de SGP heeft verzonnen, maar door de landelijke overheid. En we hebben vanavond een mooi rapport gekregen en daar ga ik gewoon een paar zinnen uit voorlezen. Let als raad, college en als ambtelijke management op de rechtmatigheid van besluiten en handelingen. En bevraagt daar scherp op. Met andere woorden, wij hebben gezegd, het is rechtmatig niet een besluit te nemen op de argumenten die je aandraagt. Hoe gaat hij daarmee om? Dan merken wij dat er inderdaad eigenlijk op basis van emoties besluitvorming wordt genomen. Dit is wel op zichzelf begrijpelijk, maar wij als raad vorig jaar avond aan avond besteed om het beleid vast te stellen zoals wij in de toekomst de gemeente Oldenbroek zien. En die worden gewoon van tafel geveegd. En dat verbaast ons zeer. Dan een opmerking over van de college. Dat gezegd wordt, een andere overheid houdt in het regelen of een faciliterende overheid. Wij hebben toen de tijd met het vaststellen van dat item echt bedoeld
het terugleggen van de taken in de maatschappij, in de samenleving en daar als faciliterende overheid op te treden. En dat geldt dan voor de taken die we echt gezien hebben, die in de samenleving thuis hoort. En dit WSC valt gewoon onder de verantwoordelijkheid van de samenleving en niet bij de overheid. En dat kunnen we niet zomaar in één keer er even bij pakken, oldboek voor elkaar, en daarom doen we het. Dan de dynamiek van de cijfers. Er werd ook wel aangeduid dat het wel positief was. Anderzijds, wij zijn gewoon van mening dat er nog volop onduidelijkheid zit in de cijfers. En het kan wezen dat er gewoon in januari, in februari, nieuwe cijfers boven de tafel komen. Waar er alsnog problemen komen op financieel gebied. En dan zitten wij als overheid er gewoon in. Want we hebben er geld uitstaan. En dan zeggen we, ja, we gaan hem 35.000 euro geven of 50.000 euro. Want anders zijn we het geld kwijt. Je wordt bij het proces echt bij betrokken. Dat moet je niet willen. Dan over precedentwerking. Het is echt in Oldenbroek gewoon een nieuwe weg die we inslaan door de verenigingen geldlening te doen. Dat hebben we gewoon nooit eerder gedaan. En het is gewoon verbazingwekkend dat we in de huidige tijd dat gaan doen. Voorzitter, even richting CDA. Ik ben het gedeeltelijk wel met u eens. Het stuit ABO ook nog steeds behoorlijk tegen de borst dat er ook na de zomer, kijk, ik begrijp dat ze aan contracten vastzitten, dat begrijp ik, maar na de zomer, dat er ook na de zomer nog steeds nieuwe contracten voor een fors bedrag, 19.000 euro geloof ik, een fors bedrag aan betalende spelers gaan krijgen. In een vereniging die bijna de failliet dreigt te gaan en met een noodinfuus van een verdeelde raad mogelijk een lening krijgt, kan zich het gewoon maatschappelijk niet permitteren om vervolgens vrolijk 17.000 of 19.000 euro aan betaalde spelers uit te geven. Dat de bestuur dat niet snapt, ja, dat kan ik ook niet helpen. Dus ik ben het met u eens. Alleen de stelling van u dat het 0 euro moet zijn, nou, dat gaat me nou weer net iets te ver. Ik kan me voorstellen dat je bepaalde spelers ook reiskosten geeft, bepaalde vergoedingen geeft. Maar dat moeten toch zeer minimale bedragen zijn, zoals die bij een amateurclub, hè. Het woord zegt het al, een amateurclub horen zeker geen 17.000, 18.000 euro. Dus ik ben het met u eens, maar ik vind het net iets te scherp gesteld. Ja, er is ook gezegd, u moet naar een bank toe gaan. En daar werd al een beetje gedacht door de Partij van de Arbeid of iemand gezegd van ja, nee, de VVD, kan dat nog lukken voor 24 januari? Ik wil niet cynisch doen, maar dat kan niet lukken. En met de doodvoudige reden, dat als je naar de bank toe moet gaan, dan zul je eerst verzoenlijke cijfers moeten hebben. En als kan, ik heb het al in eerste instantie gezegd, de afgelopen 3 jaar verzoenlijke boekhouding moeten overleggen met accountantscontrole enzovoort. En dan gaat de bank dat allemaal keurig bestuderen of je überhaupt wel kredietwaardig bent. En ik ben bang dat de uitkomst daarvan is dat je niet kredietwaardig bent voor de bank en dat je het geld niet krijgt. Ja, met een garantiestelling van de gemeente krijg je alles natuurlijk. Maar dan zeg ik, ja, dan kun je alles krijgen. Maar dan weet de bank al, ja, als het fout gaat, dan tikt de gemeente af. Dus, en ik heb ook de wethouder horen zeggen, ja, een lening geeft de voorkeur boven garantiestelling. Ik begrijp dat het beleid van de gemeente hier nu vanavond veranderd is. Dat we per heden niemand meer een garantiestelling geven. Je zou voor de grap eens even moeten kijken hoeveel garantiestellingen we niet hebben. We geven niemand meer garantiestellingen en we lenen alles. Dat is veel beter, zei de wethouder. In nieuw beleid, het kan. In Oldenbroek kan alles. Dat ik ook nog eens mag zeggen dat ABO het voor een groot gedeelte met het SGP eens is. Ik had het zelf niet gedacht dat ik het ooit zou zeggen. Maar als het dan gezegd moet worden, dan moet het ook maar eens gezegd worden. Maar daar houdt het dan ook wel wat mee op, heren. Dat u geen geen toekomstverwachtingen gaat krijgen. Ja, die. We gaan de lijsten niet samenvoegen. Even terug, van wat heeft de vereniging zelf gedaan? Ja, die club van 100, wat genoemd wordt. Ja, dat zijn er 26. Waar zijn die andere 73? Daar zijn gesprekken met spelers geweest. Wat zijn daar de uitkomsten van? Wij weten het niet. Dat weten we niet. En daar gaan we mening op afgeven. Dan het voorstel van de ChristenUnie en de VVD. Nou, er zijn een hele lijst aan voorwaarden en mitsen en maren en andere zaken aangeknoopt. En ik ben aardig thuis in deze motie natuurlijk, maar ik moet u eerlijk toegeven dat ik alle mitsen en maren langzamerhand ook niet meer begrijp. En waarschijnlijk het WSC ook niet meer zo goed. De kans dat men daaraan voldoet, of kan voldoen, is gering.
En het leuke is een beetje dat de wethouder zegt, ja, die 85.000, dat is te weinig, daar redden ze het niet mee. Dan ga je de situatie krijgen dat de wethouder zegt, minimaal 120 is nodig, want anders gaan we failliet. En de raad zegt, we doen 85. Wat zou er gebeuren? Als de wethouder gelijk krijgt. En de wethouder heeft altijd gelijk, want die zegt ook, je hebt 120 nodig. Dan geef je dus niet alleen een halve dop, je levert geen hele dop, je geeft eigenlijk niks. Dus het is een leuk voorstel, maar het lost het probleem niet op. Sterker nog, het kan het probleem van erger worden. De kans op faillissement in mei en het verliezen van die 85.000 euro dus, is zeer groot. Dus ik zou tegen de VVD en de ChristenUnie zeggen, als je dan echt wat wil doen, heb dan ballen en maak er 120 van. Laat ik het zo zeggen, wij spreken ons vertrouwen uit in het interim bestuur. De slagvaardigheid waarmee ze de openheid hebben gegeven. Misschien nog net niet alle gegevens hebben ze boven tafel gekregen. Dat zou best eens kunnen, want ik kan me voorstellen dat het erg moeilijk zal zijn. Maar goed, ze stralen wel daadkracht uit. Ze durven nota bene naar de raad te komen voor een lening. Het is de bloody limit, je moet het maar durven. Zit je 3 maanden in een bestuur met je goede gedrag. En je moet dan al op je knieën naar de gemeenteraad. En dan zo'n verhaal zoals vanavond aanhoren. Alle respect. Maar voorzitter, ze hebben ook aangegeven dat ze gaan spreken met de spelers. Ze gaan praten over de contracten. Ja, die vinden wij natuurlijk allemaal belachelijk. Dat kan niet. Betaald voetbal in Oldenbroek en dan betalen. Ze gaan in gesprek met de spelers. Als die spelers zich houden aan het contract, ja, dan heeft dat interim bestuur nog iets uit te leggen. Dat zal duidelijk zijn. Dan is Leiden, dan wel Wezep, echt in last. Want de contracten lopen tot 2014 en mogelijk zelfs nog langer. Dus wat dat betreft ligt daar wel een uitdaging nog. Vraag naar de wethouder, heeft u inzicht in die contracten? Dan voorzitter, de VVD is bereid WHC met al haar leden te helpen. Ten ondergaan zou onze eer te na zijn. Maar voorzitter, er is al aangegeven, de voorwaarden die we hebben neergelegd zijn schandalig hard. Echt hard. En iemand zei, er zal geen stille nacht bij WHC-bestuur zijn, want ze zullen echt aan de bak moeten. Als die lening van ons erdoor gaat, zal er zeker ook geen jingle bells zijn. Absoluut niet, want denk erom 85 krijgen terwijl je 120 vraagt, dat zegt nogal wat. Maar waarom 85? Omdat dat de acute belastingsschuld is. En niet anders. Het is niet zomaar een bedrag uit de lucht gegrepen van en de rest zoek je maar uit. Nee, dit is het minimale en voor ons het maximale wat we dan willen geven. Voorzitter, heel eerlijk. Als we de koppen tellen, en dat hebben we allemaal al lang gedaan, dan weten we waar de bal nu ligt. Ja, ik moet terug naar het begin. WHC heeft de bal. Daarna lag de bal bij de raad of bij het college. Nu hebben we een hele avond gesproken. En nu zeg ik, de bal ligt bij het CDA. Want je wilt met elkaar de vereniging helpen, ondersteunen, daar waar je kunt. En uiteraard ze hebben een aantal van de problemen aan zichzelf te wijten. Maar we zien ook dat daar daadwerkelijk actie wordt ondernomen. En ook al heb ik in mijn eerste termijn redelijk uitgepakt richting het bestuur van het WRC. Ik zie ook dat er goede ontwikkelingen zijn. En in die zin heb ik daar ook vertrouwen in en wil ik daar ook mijn waardering voor uitspreken. Het is en blijft dat ik hier sta met een bezwaard gemoed. Want we hebben 2 amendementen op tafel liggen. En als we de koppen goed tellen, Kemp deed het zojuist al, dan gaan geen van beide amendementen dat het halen straks. En dat gaat ten koste van de vereniging. En ik zou toch in die zin ook de oproep van de heer Kemp willen herhalen. Waarom 85 en geen 120? Omdat 85, wat de heer Kemp al aangaf, is de acute belastingsschuld. En we hebben ook niet zomaar het bedrag van 85 genoemd, omdat het de acute belastingsschuld is. Maar we hebben ook de commissie van wijze mannen, moet ik zeggen. Niet het commissie, maar de commissie van wijze mannen geraadpleegd. Met name de financiële man erin. Die gaf aan, met 85, dan moeten we heel erg hard werken, maar gaan we het wel redden? Dat moet dan uiteraard nog wel blijken uit de cijfers. Maar daar kon hij op dat moment op die wijze wel in staan. Hij begrijpt die benadering. En in die zin zou ik ook graag daaraan vast willen blijven houden. Nou, de oproep van onder andere de VVD hebben wij naar geluisterd. En wij zijn het gesprek met hen aangegaan. En wij hebben elkaar gevonden.
als het gaat om een voor ons essentieel punt. En dat gaat namelijk over het betaalde voetbal. Als we kijken naar het amendement wat inmiddels van de Partij van de Arbeid, ChristenUnie en de VVD is, zijn zij bereid om punt K te veranderen. En daarbij komt de tekst die vanuit het CDA is aangedragen. En dat is onder voorwaarde dat WHC geen nieuwe betaalde salariscontracten voor spelers meer aangaat gedurende de looptijd van de lening. Waarbij deze voorwaarde wordt getoetst door een in te stellen raad van toezicht. Dat toezicht houdt op één bestuur. Dan is het amendement nu in stemming. Wie is voor het amendement? Dat zijn de fracties van CDA, VVD, Partij van de Arbeid en ChristenUnie. Even kijken, dat zijn er dan 4, 12. Ja, 12. Wie is tegen dat amendement? De fracties van de SGP en de ABO zijn 6 tegen. Dus het amendement is aangenomen met 12 stemmen voor en 6 stemmen tegen. En vervolgens is het dan al dus gewijzigde voorstel van het college. Want daar is het amendement dan in opgenomen. Nu in stemming, want is het nog een tweede punt. Wie is voor het al dus gewijzigde voorstel van het college? Ik neem aan dat het dezelfde stemverhouding is. 12 voor. Wie is daar tegen? En 6 stemmen tegen. Dat is al dus besloten. Dank u wel. Wethouder Van Dijk, eerste reactie naar aanleiding van de raadsvergadering van 19 december. Nou, we zijn nog volop bezig. Er is nog maar één punt echt inhoudelijk behandeld en dat is de lening aan WSC. En dat is een hele pittige discussie geweest waarin de raad heel nadrukkelijk heeft laten zien hoe moeilijk ze dit besluit vinden, hoe ze daarmee worstelen van is dit nou wel een taak voor de gemeente? Is het belang hier zo groot dat wij als gemeente een lening zouden moeten verstrekken? En uiteindelijk heeft de meerderheid van de raad gezegd, ja, wij zien dat belang. We verbinden daar wel een heleboel voorwaarden aan. En binnen die voorwaarden moet WSC nu aan de slag om in januari duidelijkheid te geven of ze aan die voorwaarden kunnen voldoen. En het gewijzigde bedrag, geen 120.000 euro, maar 85.000 euro. Wat is daar uw mening over? Nou, daarvan heb ik in de raadsvergadering gezegd dat ik dat een flinke opgave vindt voor WSC. Nou hoeft dat ook niet het probleem te zijn. WSC moet flink aan de bak, want het is hun vereniging. Maar nu wordt eigenlijk gevraagd van hoest nog 35.000 euro zelf extra op in één maand tijd. En dat zal echt een hele flinke opgave voor de vereniging zijn. De commissievergadering van 9 december, zo uit mijn hoofd. Volgens mij hoorde ik u toen zeggen van nou, failliet gaan, dat is, daar hoeven we niet over na te denken. Vanavond in de vergadering kwam het wel een keer te sprake dat we daarom toch beter een lening kunnen geven in plaats van een garantstelling. Is dat een gewijzigde opvatting van zaken? Nee, absoluut niet. Faillissement heeft altijd in het verschiet gelegen als er geen lening verstrekt zou kunnen worden. Vanavond ging het even van moet je nou als gemeente een lening geven aan WSC rechtstreeks en kun je daar voorwaarden aan verbinden. Of moet je WSC vragen om een lening bij een bank te sluiten waarbij je dan tegen de bank zegt van als het niet goed gaat dan vullen wij het tekort aan. En daarvan heeft de raad gezegd, nou, wij kiezen toch voor het eerste, wij kiezen voor een lening. Dan kunnen we veel directer daar voorwaarden aan verbinden. Voorziet u nog problemen nu het misschien in mei nog wel een keer een andere belastingvordering krijgt opgelegd van zo'n 55.000 euro? De gemeenteraad die heeft daarover gezegd dat in januari echt duidelijkheid moet zijn over het hele plaatje. Dus daar hoort ook bij een eventuele betaling van WSC in mei. Of op een ander moment. Men wil in januari het hele plaatje hebben en zekerheid hebben dat WSC naar de toekomst toe aan al zijn verplichtingen kan voldoen. Vandaar voorzie ik naar de toekomst toe geen problemen. Ik voorzie voor nu wel heel veel huiswerk voor het bestuur van WSC. Tevreden of ontevreden? Dat is dan mijn laatste vraag. Nou, wij hebben als college gezegd, het belang van de vereniging is zo groot. Daar moet je een uitgestoken hand bieden. Dat hoort ook bij hoe wij als gemeente ons overheid zijn vorm willen geven. Op een zakelijke manier, maar ook als je kunt helpen, dan ook daadwerkelijk helpen. En dat is vanavond gebeurd. Daarvan heeft de gemeenteraad gezegd, wij doen op die manier mee. Dit is dus Oldebroek voor elkaar. Dit is wat mij betreft een voorbeeld van Oldebroek voor elkaar. Hartelijk dank en succes nog bij de raadsvergadering. Dankjewel. Raadslid Korenberg, welkom. En de eerste reactie naar aanleiding van de vergadering zoals die nu nog bezig is, maar naar het punt van WSC. Nou, we zijn blij dat wij als CDA samen met de andere partijen de meerderheid hebben kunnen maken door een lening
voor de club WSC, waardoor de jeugd gered is en inderdaad het maatschappelijk belang waar we zo op inzetten door kan gaan, de vereniging door kan gaan, de jongeren kunnen blijven sporten. En ja, we zijn blij dat we gezamenlijk uit zijn gekomen. En wat dat betreft ook het specifieke punt wat het CDA daarvoor heeft ingebracht, wat betreft het betaald voetbal. Het hing af van het CDA. Uiteindelijk toch gekozen om aan te sluiten bij het abonnement van de VVD en de ChristenUnie, waar de PvdA al in het eerder stadium bij aanhaakte. Voelt dat nou niet als toch, ja, moeten toegeven, eigenlijk niet willen? Nee, wij hadden het CDA had twee essentiële punten. En het eerste punt was dat wij ingezet hebben op garantstelling. Dat voelde voor ons beter. Waarom? Omdat wij vinden dat de bal het best kan liggen bij degene die verantwoordelijk is. En dat is in ons ogen WSC. Dat was ons eerste punt. En ons tweede punt was inhoudelijk nog veel belangrijker. En dat is dat wij zeggen, geen gemeenschapsgeld naar betaald voetbal. En dat is het punt wat de andere partijen hebben overgenomen van ons. Dus daarin vinden jullie elkaar. 85.000 euro. Zal dat nou voldoende zijn om straks ook WSC niet failliet te laten gaan? Daar gaan we vanuit, anders hadden we het niet gedaan. Daarin hebben we ons natuurlijk ook wel laten meenemen door degenen die vanuit de club daarbij betrokken zijn. Dus we hebben ook gesproken met mensen vanuit de club van wijze mannen, zoals die in ieder geval genoemd wordt op dit moment. En wij hebben begrepen dat de 85.000 euro in ieder geval genoeg is voor de eerste belastingsschuld. Maar ook daar waar op dit moment allerlei veranderingen in gang zijn gezet, het voldoende zou moeten kunnen zijn. Is het nou een voorbeeld voor Oldebroek voor elkaar? Ja, weet je, dat vind ik een discussie die helemaal niet belangrijk is eigenlijk. Ik vind het eigenlijk wel een randgevalletje. Oldebroek voor elkaar zegt vereniging, een mens, inwoner. Doe wat u zelf kunt doen en ga daarmee aan de slag. We hebben hier natuurlijk wel te maken met een vereniging die het water, ik zeg maar even, boven de lippen stond en staat. Ja, en wat doe je dan? Is dat dan Oldebroek voor elkaar? Dan zeg ik van ja, dan moeten we elkaar toch een hand geven en die ander uit het water trekken. En dat hebben wij als CDA vanavond gedaan. De volgende 35.000 euro, dat zal Oldebroek voor elkaar betekenen. Dat ze het ook boven water krijgen. Bang voor precedentwerking voor andere verenigingen? Nee, er liggen geen vragen, dat is één. En wij zijn heel duidelijk, het gaat daarbij om de vereniging van een faillissement te behoeden. En gelukkig zijn er geen andere verenigingen, en dat valt ze te prijzen, OVJOS, maar ook VSO, die daarbij in de buurt zitten. Mag ik concluderen dat CDA toch tevreden is over de uitkomst? Wij zijn absoluut tevreden, want wij hebben vanavond het verschil kunnen maken. Bedankt en succes nog bij de raadsvergadering. Graag gedaan. Dag. Voorzitter van WSC, eerste reactie naar aanleiding van de raadsvergadering van 19 december. Heel dubbel. Wij weten nog niet echt goed wat we ermee aan moeten. 85.000 euro. Het is niet helemaal wat we gewild hadden, wat we ook gevraagd hebben. Maar goed, we mogen ook dankbaar zijn dat we daarin geholpen worden. Alleen de voorwaarden, daar stel ik nog wel even mijn kanttekening bij. We hebben net ook even kort overleg gehad. We weten niet goed hoe we dat moeten interpreteren. En wat we er eigenlijk mee kunnen, dat is eigenlijk het verhaal. En dat zal de komende dagen hopelijk duidelijk worden voor ons. In principe vraagt de raad dat er voordat de 85.000 euro wordt verstrekt, duidelijk wordt gemaakt dat die andere belastingvorderingen in mei voldaan kan worden door eigen geld. Zo heb ik het begrepen. Wordt dat moeilijk of is dat wel te realiseren voor jullie? Nou, of dat precies te realiseren is, dat weet ik helemaal niet. Wij denken wel dat we op het goede pad kunnen komen. Alleen dat is voor mij nu nog niet eens zo aan de orde. Er moet heel veel werk gedaan worden om die jaarcijfers boven tafel te krijgen. En ik moet me eerst maar eens afvragen, hebben wij wel wat aan deze uitkomst? En dat is denk ik het belangrijkste op dit moment. Maar goed, nogmaals, laat daar eens mee bij houden. Ik geen idee. Hoe ziet het kerstreces eruit de aankomende 2 weken? Aankomende 4 weken misschien wel? Voor mij persoonlijk? Ja, we gaan gewoon kerst vieren hoor. Wel jingle bells en dat soort muziek of toch ook wel in het achterhoofd dat er nog heel veel gedaan moet worden? Daar loop ik al vanaf 5 augustus mee. Dat zal niet veranderen, maar we hebben ook privéleven en wel jingle bells hoor. Daar ben ik de kinderen wel schuldig, denk ik. En mijn vrouw uiteraard. En veel ondersteuning ook door leden van WSC en de Raad van Wijze Mannen, die op dit moment het bestuur, interim bestuur bijstaan?
Ja, daar hebben we veel ondersteuning van, zeker. Ja. Hele goede bijkomende aanvulling voor ons. Dan wil ik het ook niet moeilijker maken. Succes in ieder geval met het interpreteren van alle voorwaarden. En we hopen in ieder geval ook dat de Raad juist besloten heeft voor WSC en dat het door kan blijven gaan. Nou, dat hoop ik uiteindelijk ook. Bedankt en goede kerstdagen. Oké, hetzelfde.